die zegt tegen mij, ik ben een rokje aan het doen. En dan zegt hij van, ja, weet je wat ik moet doen? Ik moet water pakken. En dan doet hij water alsof hij met een pistool slaat. Gaat zo tot... Oh, groes, ja, doe omhoog. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد
ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا. أما بعد, beste broeders en zusters, ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te leiden naar het goede. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om u en iedereen en allen een mooie plek te geven in het paradijs. Amina ya rabbal alameen. Allah ta'ala zegt in de Koran: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله تعالى زيخت أو منسن فريس الله سبحانه وتعالى. En daarna spreekt Allah over het feit dat hij ons heeft geschapen uit één nefs. Uit Adam, één nefs. En daarna spreekt Allah over bewustwording. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Men, een mens, dient bewust te zijn. Te begrijpen waarom hij leeft, waarvoor hij leeft. Maar ook als hij de islam adopteert, waarom hij dat doet. Beste broeders en zusters, het kan niet zo zijn dat moslims op een automatische piloot zitten. Ik ben moslim omdat iedereen moslim is, of omdat ik geboren ben als moslim, of omdat mijn cultuur, mijn traditie mij de islam heeft meegegeven. Nee, er moet een bewustwording zijn. Uit overtuiging. Men kan dat onderbouwen. Waarom? Limada. Dat zijn allemaal essentieel belangrijke vragen, beste broeder en zus. En daarom zegt Allah, inna Allah kana alaykum raqiba. Ik wilde vandaag een onderwerp met u delen, beste broeder en zuster. En dat schijnt bij u, bij heel veel jongeren, maar ook bij heel veel ouderen, een van de meest populairste onderwerpen te zijn. Ja, nee, het gaat niet over trouwen. Ik zie hem me aankijken, nee. Ja, het schijnt ook een populair onderwerp te zijn. Dan lees ik het wel. Nou, maakt niet uit. Uiteraard. Qua trouwen, mooie kinderen maken, ook belangrijk. Dit gaat, beste broeder en zuster, over wat de laatste tijd... Nou, niet de laatste tijd. Het is een onderwerp wat eigenlijk al jaren zich heeft bevestigd onder ons. Waar wij het met z'n allen over hebben. Maar waar we nooit de vraag hebben gesteld eigenlijk, in hoever is dat echt allemaal heel erg islamitisch en in hoever, en wat zegt die islam daar eigenlijk over? Dat is wat wij noemen de Rokhya Sharia. Heb je daarvan gehoord? Jawel toch? Iedereen praat erover. Rokhya Sharia, ik heb een geest in me, ik heb dit, ik heb zus, ik heb zo. En subhanallah, je ziet subhanallah de laatste tijd, heel veel jongeren die mashallah praktiserend zijn, die hebben allemaal ondernemingetjes geopend. De Sunni-dokter, de Rokhya-dokter. En ik heb dit en ik kan dat. En als je dat leest, dan kan je dat krijgen. En als je wilt dat de geest uit je weg moet halen, dan moet je dat doen. En je kan een beetje dit doen. Subhanallah, het is het onderwerp van de dag, beste broeders en zussen. Ja, ik begrijp dat. Ik ben daar ook in opgegroeid. Vanaf jong af aan, ik kom uit een imamfamilie. Vanaf jong af aan heb ik dat meegekregen. Zie ik dat, heb ik dat bijgewoond. Nog sterker, ik kan u zeggen, ik heb kilometers gemaakt in Rokhya. Kilometers. En als het allemaal zou moeten kloppen, dan heb ik zeker eens die 1000 genoen gesproken. Beste broeder en zuster, dit is gewoon een onderwerp, beste broeder en zuster, die onze hele gemeenschap heeft gegijzeld. Gegijzeld. Waardoor de mensen met zijn kind, vrouwen, meisjes, jongens, mannen, moeders, ze zijn helemaal de weg kwijtgeraakt. Helemaal. En als je het onderwerp, ik heb een keer gewoon thuis met mijn familie, heb ik een keer tegen ze gezegd van, wist je eigenlijk dat dat hele Rokhya Sharia, wij noemen het Sharia vanuit de islam, dat dat eigenlijk niet helemaal zo is. En dan zag ik gewoon familieleden naar mij kijken van, ja Yassine, wij wisten al dat je een beetje raar bent. Maar dit kan toch niet dat je dit zegt? Het
is hetzelfde alsof je zou zeggen Allah bestaat niet. Wal-iyadu billah. Yani zo geloof, zo sterk is dat geloof. Op het moment dat we het hebben over zin, over ruqya sharia, over allerlei dingen. Dat iedereen denkt als je daar een afwijkende mening over hebt. Dat ze je aankijken alsof je een aantal, een fundament, een van de fundamenten binnen de islam. Op een gegeven moment in discrediet brengt of in twijfel brengt. Beste broeder en zuster. Dit onderwerp, het is echt tijd om eens een keer gewoon even onze hersens daarvoor te kraken. En daar eens een keer met elkaar over te praten. En ook gewoon teruggaan naar de islam en naar de Koran. Daar zijn we toch met z'n allen van overtuigd, of niet? Al die broeders, ze zeggen, ja, gittakillah, wat nou een zin. Ze zeggen ook, nee, maar ga naar de Koran. Wat is de Koran? Dan laten we naar de Koran gaan. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Als we inderdaad een meningsverschil hebben, laten we teruggaan naar de Koran. En laten we ook naar de Koran kijken wat de Koran daarover zegt. En laten we ook kijken wat de islam daarover zegt. Laten we ook kijken hoe de islam dat behandelt. Lene, beste broeder en zuster, u wilt niet weten hoeveel levens hiermee kapot gemaakt zijn. Door mensen die allerlei onzinverhalen verkondigen. En wat? Ze legitimeren dat vanuit de islam. En ik zeg hierbij, hè, mensen die de ruqya sharia doen, die moeten daarmee stoppen. Het is bijna niet meer toegestaan om dat te doen binnen de islam. Je zou daar bijna een fatwa over moeten verkondigen om te zeggen, hou daarmee op. Het is niet toegestaan. قَدْ تَصِلُوا إِلَىٰ دَرَجَةِ الْحَرَامِ. Het zou bijna haram zijn om zulke handelingen te gaan verrichten. Gaan mensen zeggen, wow, wat is toch Koran lezen en wat is nou het verschil? Het is alleen maar, zeker, Koran lezen is belangrijk. Wel, in al-asl. De essentie van de ruqya is dat je zelf Koran leest. Is dua. Dat is ruqya. Ruqya in het Arabisch is dua. Je vraagt iemand om hem te versterken. Je vraagt iemand, iemand leest de Koran om zijn versterking eruit te halen. Wel, om te gaan zeggen, jongen, zoals iemand is verlamd geraakt. Er is een zin in jou gekomen, die heeft jou helemaal verlamd. En ik ga dat nu even voor jou regelen. Dus hebben wij hersens of niet? Waar zijn onze geesten, beste broeder en zuster? Als je teruggaat naar de Koran, en dat is de Koran. De Koran die spreekt over het jin dat hij bestaat. Geest, ken je niet? قُلُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. En het is geen enkel discussiepunt. Welkin, beste broeder en zuster... Al-jin, ook in de Koran, die hebben hun eigen leven. Wat denk je nou dat ze constant naar Jeroen kijken? Wanneer hij een afwijkend gedrag toont op het stadhuis. Nou, ze hebben best wel andere dingen te doen. En daarom, als de Koran trekt in twijfel. Dat een geest in een mens kan komen. En dat de geest in staat is om de mens over te nemen. En hem, bewijs van spreken, te beperken in zijn handelen. De Koran bespreekt, weerlegt dat. Want als dat het geval zou zijn, dan komen we in een theologisch dilemma. Allah Ta'ala zegt in de Koran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Allah Ta'ala heeft de mens een belangrijke, essentiële, hoogwaardige positie gegeven. Ja, als een geest jou kan beperken, dan komt deze ayah gelijk in het geding. Dan waar is het karama van de insan dan? En Allah Ta'ala spreekt over de mens, beste broeder en zuster. Dat Allah Ta'ala in de Koran zegt. Allah Ta'ala sakhara li insani ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minh. De mens is een hoogwaardig wezen op aarde. Dat Allah Ta'ala alles wat hij heeft geschapen, heeft hij in het kader van het feit dat alles wat geschapen is op aarde, dat de mens zou bedienen. En niet andersom. En als de mens dan beperkt zou worden door het feit dat je iemand die helemaal niet ziet, dat het chauffeur is, je ziet hem niet, dat hij op een gegeven moment zo binnenkomt en dat hij jou helemaal alles overneemt, kan toch niet? De Koran, nog sterker, beste broeder en zuster, als de Koran spreekt over de kracht van de mens en de djinn, dan heeft alle versen, alle verhalen in de Koran, die geven aan dat de mens krachtiger is dan de djinn. Er is geen enkel verhaal in de Koran terug te zien waarin de zin krachtiger is dan de mens. Maar Kenes, is er niet? Is er niet, beste broeder en zuster? Jullie kennen het verhaal van Suleiman, toch?
سليمان سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الله تعالى heeft hem de kracht. سليمان is een mens, hij is natuurlijk een profeet, maar hij is een mens. الله تعالى heeft hem de kracht gegeven van wat? Van de wind. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. Allah Ta'ala zegt dat Suleiman de kracht had op wat? Op zelfs de geedel jin. Nog sterker, het verhaal van Suleiman die dit aspect nog sterker laat zien, dat de mens met kennis veel sterker is dan el jin en dan de geest. El jin is beter om die te noemen. Kent u het verhaal van Suleiman met el Malik Saba, de koningin, de krachtige koningin? Dat Suleiman tegen, want Suleiman kon iedereen aanspreken. Hij kon de djinn aanspreken, hij kon de mensen aanspreken. Hij zegt, wie is in staat om zo snel mogelijk haar troon bij mij te halen? Ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Wie is dat? Wie is daar in staat toe om dat te doen? Qala ifritum min al-djinn. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. En djinn die zei, o Suleiman, ik kan haar troon voor jou halen voordat je opstaat. Voordat je überhaupt opstaat. Ja, niet snelheid, abnormale snelheid. En toen reageerde een mens. En alle mufassiroen zijn daarover eens dat het om een mens gaat. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Deze mens heeft tegen Suleiman gezegd, ik ben in staat om die kroon voor jou te halen, voordat je überhaupt knippert met je ogen. De kracht van de mens. En dat is het verhaal van de Koran. En daarom als we kijken naar de technologische karakters en de wetenschappelijke insteken van de mensheid, die gaan ver, snel, krachtiger. En wij laten ons gijzelen door allerlei verhalen, dat er geesten zijn en genoen zijn, die ons kunnen overnemen. Astaghfirullah. Beste broeder en zuster, dit verhaal moeten wij tegenwerken. Dit verhaal moeten wij niet accepteren. Dit verhaal moet weerlegd worden. We moeten onze mensen bevrijden van zulke ideeën die abnormaal zijn, die niet theologisch gewaarborgd kunnen worden. Ik ga jullie wat zeggen. Heel veel mensen zeggen tegen mij, ja Molekin, Yassin, trouwens even voor de duidelijkheid. Dit is niet een verhaal die ik zelf zeg, die ik heb bedacht. Dit zijn geleerden die hier jaren en jaren over spreken. En recent zie je dat heel veel geleerden zich nog wel sterker uitspreken. Sheikh Yusuf al-Qaradawi, Sheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, voor de mensen die theologisch de kaders goed kennen. Marokko, Mustafa bin Hamza heeft recent daar nog een hele uitgebreide lezing over gegeven. Lena les, omdat het een cultureel karakter is geworden. Mensen verdienen daar aan geld. Mensen proberen mensen te misbruiken. Ik ga je even een vraag stellen, persoon. Oh, die mensen die nu de rokja doen, hè? Even eerlijk, er komt iemand naar je toe en hij is zwak misschien. En je weet, je kan niks voor hem betekenen. Dan kan je toch makkelijk zeggen, ga alsjeblieft naar de dokter. Ga je raadplegen bij experts. En ga niet misbruik maken van zijn situatie en hem aan je te binden. En dat hij jou constant moet gaan aftikken, omdat jij op een gegeven moment zogenaamde rokja shara'iyya loopt te doen. Haram alik, haram, Allah, haram alik. Dat is niet normaal. En een baard van hier tot Tokio. En daarna denken van, ja, maar dit is de islam. Dat is mijn islam. Dat is toch geen islam? Laat die man, die persoon gewoon naar de dokter gaan. En als je rokje hebt, Koran, is dat een extra inzet is om iemand gerust te stellen. Maar ik ken iemand die gewoon echt professioneel wetenschappelijke analyses nodig heeft. En dat er een medicus daarna moet kijken. Moet je het gewoon loslaten. En daarom zeg ik ook, mensen die dat doen, die vallen echt buiten het bootje. Die veroorzaken problemen in de samenleving zonder dat dat weten. Nog sterker, ze acteren vanuit een insteek dat Allah Ta'ala en de profeet heeft verboden. Mag ik jullie een vraag stellen? Hebben jullie ooit, als je teruggaat naar de traditie van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, heb je ooit een sahabi gezien die een bureautje had voor rokja shara'iyya? Heb je die gehoord? Abu Bakr Siddiq, stond hij bekend dat mensen naar hem toe kwamen als wie kan een beetje. Was kon echt zijn? Was Abu Bakr of Lenza? Wie is beter? Was Abu Bakr of jij? Die net om de hoek komt kijken. Ben je eens? Dat hebben we niet in onze traditie, maar ken je huis?
In onze traditie hebben we dat niet. In de theologische tradities bestaat dat niet. De profeet sallallahu alayhi wa sallam wa ala alih ging op bezoek bij Sa'd ibn Abi Waqqas. En hij was ziek. Sa'd was ziek. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en de profeet is de profeet, waar mij een tikwa in hebben. De profeet is niet iemand die zomaar dingen zegt. Alles wat hij zegt is afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mij een tikwa in hawa, in huwa illa wahyun yuha. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alih. En hij zei tegen Sa'd, hij zegt, je hebt echt een probleem in je hart. Was de profeet niet in staat om een beetje dua voor hem te doen en een Koran te lezen en dat het helemaal verholpen zou worden of niet? Natuurlijk is hij daartoe in staat. Wat heeft de profeet gedaan? Hij heeft tegen een van de metgezellen gezegd, kan je voor mij een persoon roepen? En die heet Al-Haris ibn Kabadah. Waarom? Want die persoon is gespecialiseerd in medische analyses en die is in staat om een goede analyse te maken van wat deze persoon heeft. En toen is iemand dat gaan doen. En weet je, Al-Haris ibn Kabada was niet eens een moslim. Kana Nasraniyan. Was een christen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam is iemand die deskundigheid accepteert en respecteert. Hè, Siflan. Hij zegt tegen hem, laat hem, want hij is in staat om een analyse te maken. Om te kijken wat er met deze meneer aan de hand is. En daarom, beste broeder en zuster, om het gewoon even kort te maken. Ruqya Sharia, hoe het nou verkondigd wordt, is de grootste onzin waar de moslimgemeenschap nu tegenaan loopt. Ik ga het gewoon heel eerlijk tegen jullie zeggen. Ruqya is dat je dat gewoon met jezelf moet doen. Je vraagt Allah om jou te beschermen. Je gaat zelf Koran lezen. En met Xidien, ik ga water voor je maken, want dan kan je die zin, komt dan niet meer bij jou in, want... Dan begrijp je voor de logica. Waarom komt hij bij jou? Nou, dan gaat hij misschien wel naar Maxima. Zit hij tenminste in een paleis. Ja, ik maak er grapjes over. Maar echt, die broeders en zusters. Dit is zo'n groot probleem gewoon in onze samenleving. Dit is een van de aspecten die ervoor heeft gezorgd dat onze moslimgemeenschap totaal niet aan het ontwikkelen is. Wist je, beste broeder en zuster, dat in de tijd van Europa, toen de Europeanen nog niet zo krachtig waren wetenschappelijk, dat de kerk dit ook deed. Als je nu gewoon naar een priester gaat en je zegt tegen hem van ik heb geesten en hij krijgt inderdaad, want ik heb dat even uitgezocht, hij moet toestemming krijgen van de bisschop en noem maar op en al die dingen. En dan gaat hij gewoon teksten uit de Bijbel lezen en dan ontstaan er allerlei rare geluiden en noem maar op en dan zegt hij ik ben geest aan het verdrijven. Dat doen priesters ook, ibadallah. Dus één ding, of die Koran van ons klopt niet, wal'iyadu billah, of we hebben echt een probleem. Maar zelfs priesters dat ook kunnen doen. Kijk maar naar Amerika. Kijk maar in Amerika hoe dat gaat. In die hele christelijke gemeenschap hoe dat gaat. Die zeggen ja, door de middel van de Bijbel kan ik geesten verdrijven. En de moslims doen dat ook. Mas'ala, dit is een aspect wat vanuit de islam onlogisch is. Laat dat los. En heel veel mensen gaan zeggen misschien, Ja, maar kijk echt, hè, als je de Koran leest en zo, dan, en je doet ruqya, dan hoor je allerlei stemmen en zo. Ja, ik heb die stemmen, ik heb jullie gezegd, ik heb zeker duizend mensen gesproken. Ik hoor die stemmen ook. Die stemmen, beste broeder en zuster, ja, maar ze spreken Duits, zegt hij. Chinees, Hebreeuws. En weet je wat grappig is, hè? Als jullie kijken naar alle, subhanallah, moet je nakijken, hè? Als je gaat kijken naar alle filmpjes die over ruqya sharia zijn, dan is die zin die in die persoon is altijd in Jood. Heb je dat meegemaakt? Het gaat altijd over Din Yahudi. Altijd een Jood. Ja, die percepties, beste broeder en zuster, die niet kloppen. Ook wetenschappelijk is het vast te stellen waar die geluiden vandaan komen. En hoe een persoon zich daarop reageert. Hoe je in staat is om bepaalde geluiden te maken. En daarom, beste broeder en zuster, is het belangrijk om dit onderwerp echt tegen te gaan. En er zijn ook allerlei andere verhalen. Hè? Je ziet ook dat men is nu heel erg bezig met de tibb an-nabawi en zulke vraagstukken. Beste broeder en zuster, ik ga jullie daar eerlijk in zijn. Daar valt ook heel veel over te zeggen. Er zijn geleerden die zeggen dat er niet iets bestaat wat tibb an-nabawi heet. En ga maar terug naar de theologie en ga maar terug naar allerlei... Nee, hier, een verhaal van Sa'd ibn Abi Waqqas. De profeet Aslam heeft een deskundige binnengehaald. Als je kijkt ook naar bepaalde rituelen die gelieerd worden aan bijvoorbeeld de hijama. De hijama, de profeet heeft gezegd, hijama is goed. Is heel zeker goed. Maar de hijama is ook iets wat historisch heel lang bestaat. En ik zeg niet dat de islam niks te zeggen heeft over wetenschap, maar de islam respecteert wetenschap.
een van de eerste versen die geopenbaard is op de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is ikra, lees. En ikra in het Arabisch is niet dat je alleen maar moet lezen, maar begrijpend lezen. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Wij moeten veel wetenschappelijker worden. We moeten onze mensen... Want dan krijg je een ontwikkeling, beste broeders en zussen. Dan gaat de samenleving gaat groeien, gaat versnellen. Gaat welvarend worden. Laten we ons niet gijzelen in allerlei sprookjesverhalen die nergens op gebaseerd zijn. In Marokko heb je dat heel veel. Je moet dat huis niet binnengaan, want die zit vol met genoen. Hele afgerachte huis. Subhanallah, ja, mensen lachen daarom, want je ziet heel veel kinderen hebben daar ook echt veel mee te maken, beste broeders. Het is een cultureel karakter geworden. En ik wil hierbij zeggen, het is tijd om zulke onderwerpen te agenderen en dit ook te minimaliseren in onze samenleving. Ga niet naar iemand die zegt, ik ga rokja voor jou doen. Als je iemand tegenkomt die rokja, moet je tegen hem zeggen, achi takillah. Laat mensen lol. Ik heb mensen meegemaakt, broeder en zuster, die zegt tegen mij, ik ben een rokja aan het doen. En dan zegt hij van, ja, weet je wat ik moet doen? Ik moet water pakken. En dan doet hij water alsof hij met pistool slaat. Gaat zo tot... Oh groes, ja, doe een loog. Ja, maar, sorry jongens, excuses, het is niet de bedoeling dat we gaan lachen. Maar dit zijn gewoon vraagstukken die we meemaken, beste broeder en zuster. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons terugbrengen naar het goede pad.